Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Tientallen partijen met samen honderden kandidaten vragen om uw stem. 9 van deze kandidaten komen uit onze gemeente Leeuwarden. Wie zijn ze? Wat willen ze? En waarom moeten we juist op hen stemmen? In deze serie van Spoor 4 van Leeuwarden Den Haag kunt u nader met ze kennis maken. Vandaag gaan we op bezoek bij Aukje de Vries. VVD. Nummer 18. Aukje de Vries, ik krijg een beetje een déjà vu gevoel, want we hebben hier eerder gestaan op deze locatie. Ja, dat klopt. Ik eigenlijk ook wel. Toen was het weer wel wat beter, gelukkig. Kun je daar niks aan doen in Den Haag? Nee, daar gaan we nog net niet over. We denken dat we overal over gaan, maar dat soort dingen niet. Je hebt 9 jaar in de gemeenteraad gezeten, je hebt in de Provinciale Staten gezeten en nu in de Tweede Kamer. Wat zijn de grote verschillen als je dat met elkaar vergelijkt? Ja. Nou, allereerst dat je het fulltime doet. Hè. Gemeenteraad en Provinciale Staten, dan heb je gewoon een normale baan erbij. Dat moet je allemaal zien te combineren. Dit is niet minder druk, moet ik heel eerlijk zeggen, maar je bent gewoon fulltime met de politiek bezig. En het is gewoon heel hectisch. Je leeft eigenlijk op 2 plekken. Ik woon natuurlijk in Leeuwarden. En je werkt in Den Haag, dus door de week zit ik in Den Haag en in de weekenden kom ik dan hier weer terug. Dus je leeft een beetje uit de koffer. Ja. Vrijheid en verantwoordelijkheid, dat zijn belangrijke zaken voor de VVD. En die vind ik ook belangrijk. Daarom heb ik gekozen voor de VVD. En ook omdat wij de ruimte willen geven aan mensen om wat van hun leven te maken. Om te leven zoals zij dat willen. En ook dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Ik zit nu 4 jaar in de Tweede Kamer voor de VVD. Ik heb me daar altijd ingezet, ook voor Leeuwarden, ook voor de provincie. En dan ging het bijvoorbeeld om werkgelegenheid. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor Leeuwarden. En daar wil ik me de komende tijd ook voor in gaan zetten. Aukje, je bent een van de 150 Tweede Kamerleden. Als je daar bezig bent in Den Haag, wat voel je dan meer? Ben je dan met Leeuwarden bezig of met het land? Wat vertegenwoordig je? Nou, beide. En dat vind ik ook wel het allerleukste eigenlijk. Ik heb een portefeuille die natuurlijk heel landelijk is met belastingen en financiële sector. Maar ik vind het ook juist ontzettend leuk om me in te zetten voor Friesland, maar ook voor Leeuwarden. Als het nu gaat om de Vaargeul Ameland of de rijksdiensten hier in Leeuwarden, zoals de rechtbank en de vliegbasis. Dan is het gewoon leuk. En dat gebeurt ook veel op de achtergrond natuurlijk. Maar dat vind ik wel leuk om me daarvoor in te zetten. En dan gaat het natuurlijk door de partijen heen, want in alle partijen, of in de meeste partijen zitten wel mensen uit het noorden. Hebben jullie daar ook apart overleg mee of praat je daar wel eens even stiekem mee in de wandelgangen? Ja, die zien elkaar natuurlijk wel regelmatig. Wij zitten daar natuurlijk door de week sowieso en verblijven daar, dus we eten daar ook. En dat is belangrijk dat je daar goede contacten mee hebt. Hier in het noorden hebben we ook overleggen, bijvoorbeeld met de noordelijke Kamerleden. En hier in Friesland heb je natuurlijk ook heel veel contacten, ook bijvoorbeeld met de gemeenteraadsfractie hier in Leeuwarden. Om je die lijnen gewoon kort wil houden, gewoon genoeg informatie wil hebben, zodat je dat ook kan gebruiken. En hoe staat de gemeente Leeuwarden ervoor in Den Haag? Is er voldoende aandacht voor onze mooie stad? En onze mooie gemeente? Ja, dat denk ik wel. We zien burgemeester Kroonen sowieso regelmatig langskomen. Ik heb ook, zoals ik al zei, veel contact met de gemeenteraadsfractie hier. Harry Bevers, Sergio Hollander en ook de anderen in de fractie natuurlijk. Merk je ook dat het een voordeel voor jou is dat je ervaring hebt als gemeenteraadslid ten opzichte van de mensen die het niet hebben? Nou, je kan via verschillende manieren natuurlijk naar de Tweede Kamer komen. Ik vind het zelf voor mijzelf wel prettig dat ik ervaring heb in de politiek. Maar dat kan natuurlijk ook op een andere manier. Je kan ook van bijvoorbeeld het bedrijfsleven instromen. En ik vind het ook goed dat er mensen met verschillende achtergronden in de Tweede Kamer zitten. Ook mensen gewoon uit het bedrijfsleven. Dat is ook belangrijk dat die praktijkervaring van de bedrijven ook naar de Tweede Kamer brengen. Toen jij 4 jaar geleden begon, toen had je een beeld van de Tweede Kamer. Is dat beeld ook zo uitgekomen? Of ben je ook nog wel hier en daar voor verrassingen komen te staan? Ja, het is hectischer. Ik had me wel voorgesteld dat het hectisch zou zijn, maar het is hectisch. Het is soms heel snel inspelen op dingen. Er is soms iets wat midden op de dag oppopt en daar moet je dan mee aan de slag. Maar dat maakt het ook juist wel heel erg leuk en boeiend werk. Je weet aan het begin van de dag en het begin van de week niet altijd wat er die dag nou precies te gebeuren staat. En dat maakt het gewoon ook leuk. En we hebben in ons programma andere mensen die graag die Tweede Kamer in willen, die er nog niet in zitten. Welke tips zou je hun geven bij hun voorbereiding, mochten ze eventueel in de Tweede Kamer komen? Nou, ik heb een wijze les geleerd van een andere collega van mij. En die zegt, word geen consument van ambtelijke stukken. Ga vooral ook het land in. Ga luisteren naar mensen. En ga ook kijken wat er speelt bij het bedrijfsleven. Aukje de Vries, waarom heb jij ooit gekozen voor de VVD?
Nou, het is een optimistische partij, dat vind ik belangrijk, die positief in zaken staat en positief naar zaken kijkt. En wat ik heel belangrijk vind is van ze laten mensen gewoon, ja, we willen dat mensen gewoon ook lekker kunnen leven zonder allerlei onnodige belemmeringen. Wel dat er goede vangnetten voor zijn voor mensen die in de problemen zijn. En ook dat bedrijven zeg maar de ruimte krijgen om te ondernemen. Die zorgen uiteindelijk voor werk in het land en voor banen voor mensen en dat vinden wij ook belangrijk. Ben je al vanaf het begin af aan in jouw leven zeg maar lid of ben je pas later actief geworden? Nou, ik ben later, ik denk zo rond 2000 ongeveer lid geworden. Ik heb wel altijd VVD gestemd. Dat was wel altijd mijn partij. Dus het was voor mij ook een hele logische keuze om daar voor de gemeenteraad dan ook me beschikbaar te stellen. Wat kan de VVD de komende 4 jaar voor Leeuwarden betekenen? Nou, ik denk dat we vooral, we komen uit een zware tijd en ik denk dat het belangrijk is, het gaat nu beter met Nederland. Ik denk ook dat het goed is dat iedereen daar meer van kan gaan voelen. En dat is wel waar we voor willen gaan inzetten. Dus het is niet heel specifiek op Leeuwarden gericht, maar ik denk dat dat soort zaken ook belangrijk zijn. Dat we inzetten op meer werkgelegenheid, meer banen. Maar ook dat we investeren gaan in ouderenzorg en defensie. We horen een beetje volgens mij de F-16's op de achtergrond. Dus dat is ook voor Leeuwarden belangrijk. Omdat de vliegbasis hier natuurlijk ook een belangrijke werkgever is. Nu noemde je net even in de tussenzin van het gaat beter met Nederland voor iedereen. Maar als ik een beetje om me heen kijk en mensen hoor, dan heb ik het idee dat niet iedereen dat met jullie eens is, dat iedereen al profiteert van dat herstel. Het gaat beter met Nederland. We zien dat de economie groeit, dat er meer banen komen en dat meer minder werkloosheid is. Maar we merken juist ook in het land en ook in de gesprekken die ik met mensen heb, dat nog niet iedereen dat echt voelt. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat nu wel stap voor stap gaan zorgen, dat mensen dat wel gaan voelen ook dat het beter gaat. En welke stappen moeten daarvoor gezet worden? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat wij vooral ook inzetten op meer banen. Ik denk dat het belangrijk is als iemand een baan heeft, dat hij dan ook merkt dat hij meer te besteden heeft. En we hebben veel gevraagd in de afgelopen periode van mensen. We zijn uit een crisis gekomen. Gaat nu beter inderdaad. En we vinden dat er nu ook weer wat ruimte is om toch voor lagere belastingen te gaan. Zodat mensen dat ook in hun portemonnee gaan voelen. De afgelopen 4 jaar heeft de VVD een kabinet gevormd samen met de Partij van de Arbeid. Hoe kijk je terug op die samenwerking? Er zijn natuurlijk hele verschillende partijen. Daarom. Wij denken heel verschillend over een aantal dingen. Maar ik denk dat we hebben echt gekozen om verantwoordelijkheid te nemen. Dat was ook nodig, want Nederland stond er destijds niet goed voor. En er waren zware maatregelen voor nodig. En we moesten die verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat die samenwerking goed gegaan is. Het is sinds lange tijd weer dat een kabinet de rit uit gaat zitten. En ik denk dat dat toch wel goed geweest is, ook voor Nederland. Dat er wat stabiliteit en ook rust kwam. En dat we niet telkens weer verkiezingen hadden en weer ander beleid. Ja, nu hebben we straks dus een verkiezing in, je staat kandidaat. De peilingen die zijn wel eens wat verschillend, maar VVD, PVV worden beide waarschijnlijk de grootste partijen. Rutte heeft gezegd van de kans dat we met de PVV samen gaan werken, achten wij op 0%. Ja. Is ook jouw mening? Jazeker. Wij hebben ook gezegd, we sluiten geen partijen uit. Maar de PVV verschilt toch wel op een heleboel punten gewoon inhoudelijk ook van de VVD. Op een aantal punten zijn ze gewoon heel erg links. Maar ook een aantal zaken zoals de uitspraken over de rechtspraak bijvoorbeeld. En de minder uitspraken over Marokkanen. Dat zijn zaken waarom wij zeggen van de kans dat wij gaan samenwerken met de PVV is 0%. Maar ja, er moet straks wel weer een meerderheid komen. Ja, en het veld ligt er redelijk versnipperd bij, dus dat zal nog een hele klus worden. Er zullen veel partijen nodig zijn, omdat je ook in de Eerste Kamer natuurlijk nog moet kijken naar een meerderheid. Dus ja, de ervaring die we nu wel hebben is dat Mark Rutte in elk geval de afgelopen tijd ook met wisselende meerderheden dat wel voor elkaar heeft gekregen. Dus ik heb daar wel goede hoop op dat het ook uiteindelijk wel moet lukken. Aukje, een blijvend probleem is het wantrouwen van de burgers in de politiek. Ik kom het vaak tegen, jij zult het vaak tegenkomen. Mensen vertrouwen de politiek niet meer, men gelooft jullie niet meer. Waar gaat het mis? Ja, ik denk dat het voor mensen soms moeilijk te begrijpen is dat we ook compromissen moeten sluiten. We leven natuurlijk in Nederland in een land waar je niet in je eentje de meerderheid hebt. Dus dat is soms moeilijk voor mensen. En ik denk dat het daarom belangrijk is dat politici wel gewoon ook heel goed uitleggen wat ze doen en waarom ze doen. En ook veel in gesprek gaan met mensen. Maar gebeurt het dan te weinig?
Ik weet het niet. Ik probeer dat zelf zoveel mogelijk te doen. Ik probeer echt op maandag en vrijdag in het land gewoon in gesprek te gaan met mensen. Ik vind het ook belangrijk dat je benaderbaar bent. Of het nou via de social media is, of via de mail, of via de telefoon. Of dat je gewoon een werkbezoek gaat brengen. Ik denk dat dat belangrijk is, dat je gewoon benaderbaar en dichtbij bent. En dat je ook bereid bent uit te leggen waarom je bepaalde beslissingen hebt genomen. Ik ben Aukje de Vries en ik heb de afgelopen 4 jaar voor de VVD in de Tweede Kamer gezeten. En ik wil graag weer naar de Tweede Kamer. Ik heb me daar ook ingezet voor de regio, voor Leeuwarden ook natuurlijk. Als het nog ging om bijvoorbeeld de sluis bij Kornwerderzand, de Vaargeul-Ameland, maar ook de rijksdiensten in Leeuwarden, zoals de rechtbank en de vliegbasis. Dat zijn zaken waar ik me voor ingezet heb. En daar wil ik me ook de komende tijd natuurlijk weer voor inzetten voor Leeuwarden.